Op speeldag 1 verloren zowel Meeuwen als de tegenstrever Voorwaarts hun eerste wedstrijd in de reguliere competitie van de Top League. En zo stond er misschien wel meteen druk op de ketel. Vooral bij de bezoekers die een kruisfinalist kandidaat zijn en zich geen verlieswedstrijd op de hals konden halen. Voorwaarts gaat het best van start en ze nemen Meeuwen meteen bij de keel in het begin van de wedstrijd en lopen uit tot 1-6. De kloof van 5 punten is echter te groot voor de thuisploeg en dat krijgen ze niet meer dicht voor de koffiepauze. De thuisploeg krijgt nog wel goede kansen, maar maken er te weinig af, zodat ze een hele tijd achter de feiten aanhollen. Met rust 5 punten achterstaan, dan weet je als thuisploeg dat je de eerste korf zou moeten maken na de rust. Maar ook dat gebeurde niet. Het waren de bezoekers die de loof vergroten naar 6 doelpunten. Meeuwen is echter een vechtersploeg en ze knokken zich terug in de wedstrijd en komen tot op 1 punt. De spanning is te snijden. Verder komen ze echter niet, want mede door foute keuzes in verdediging en aanvallend kwam de thuisploeg niet op gelijke hoogte. En dan weet je wanneer je speelt tegen een ploeg als Voorwaarts dat je het deksel op de neus krijgt. Meeuwen kan zich wel verstoppen achter een blessuregolf en de vele afwezigen, maar toch in de Top League houdt men hier geen rekening mee en zo verliest Meeuwen voor de tweede week op rij. Voorwaarts kreeg vorige week het deksel op de neus van promovendus Borgerhout Groenwit en zette vandaag orde op zaken. De ploeg ging gretig van start, legde de basis van de overwinning in de eerste helft en met een uitstekende Lauren Denis die haar doelpuntje meepikte, kwamen de bezoekers nooit in de problemen. Zelfs wanneer Meeuwen terug kan komen tot op 1 punt, de 15-16, panikeert Voorwaarts niet en nemen ze zelf de touwtjes in handen om met een verdiende zege huiswaarts te gaan. De eindscore 17-22. Voorwaarts mag het op de komende speeldag opnemen tegen AKC, dat op deze speeldag in het Hol van de Leeuw ging winnen, Rivira. En Meeuwen krijgt de moeilijke verplaatsing naar Skeldes voorgeschoteld, waar ze weliswaar voor een stoel kunnen zorgen. Wij spraken na de wedstrijd met coaches en spelers, waarvan u de reacties op onze website kan bekijken.